Xineke Xuli Catrice en kwaren daar 10 atoorlogen behost. We woonden weer op het veld, een gehucht aan de rand van Aertrieke. Vader, moeder en 8 kinders. En ook 11 jaar waren, ging ik al bij de boeren gaan werken, in de stal op het veld. Kajen er al verteld van de verplichte tewerkstellingen. En ik ging gaan werken op het vloedhemveld. Eerst de toppen knippen van de boom dat sommige leiden aan en helpen met vlechtwerk. Dat was nodig voor de vele matten dat ze nodig hadden voor de loopgraven te verstevigen. Toenst moest ik helpen met de kolenbranders. Dat zijn de mannen die van de boom dat sommige leiden oetsko maakten. Al bij al heb ik daar een jaar en half gewerkt. Maar aan de Duitsers deur aan, dat al vast zat op het front, begonnen ze er een drier te installeren. En terwierden hier in Aertrieke, dat was niet verre van het front, vliegplings aangeleid. En de eerste vliegers, dat we zagen, dat waren de tauben, in 14. Dat zag eruit gelijk een grote duve. En ze vlogen vrij lage. Wat hemelse schrik. Maar dat waren maar verkenners. Dichte vliegeniers, dat waren de jagers. En hun vliegpling werd dan geleid aan het kasteel van Baron de Mare. De officiers en de vliegeniers zaten op het kasteel. En de gewone soldaten zaten in huizen dat ze aan op heist. Ja, de Duitsers hadden eerst heel dat kasteel leeggehaald in 14. En toen hadden ze weer meubels nodig. De mensen van Aertrieke moesten van alles afdragen. Zo is het altijd makkelijk, hè. Je kunt gewoon pezen dat dat niet lang geduurd heeft voordat Engelsen dat pling hier kwamen bombarderen. Want het was niet van de bom dat we schuw aan. Nee, het was van het afweergeschut van de Duitsers. Poefen en paffen. En al dat is er dat afschoten voor de Engelsen uit de lucht te schieten, kwam weer in brokjes en stekjes naar beneden. Je kost dat door een vallen op de pan van duizen. Dat was gelijk kagel, maar veel harder. En waar je onderweg naar Rus, dan kost je beter het worsten onder gaan staan. In een stallingen, of wat niet beter kost, ergens onder een boom. En ik moest gaan werken op dat vliegpling neffens het kasteel. Niet dat er altijd veel werk was. We waren met 3 meisjes en bijkant 30 man. En we moesten dat pling onderhouden. Ik het gras afdoen, de pitten vullen, molzoten plat slaan. Soms aan mezelf zit voor een beetje te spelen. Mocht dat niet vergeten, kwam ik nog een jong meisje. En ik ben altijd wel een beetje een spelvogel geweest. Maar op een dag hebben we door het wat vreemds meegemaakt. Komt er dan een vent op dat pling in blauw uniform met een kippie op zijn hoofd. Hij zei tegen ons, zien de vliegeniers hier? Trokken mijn schouders op. Ze zien gaan eten. Die gast beweerde dat hij helemaal uit Berlijn kwam en dat hij hier was voor de vliegmachines. En waar is de commandant? De commandant is juist geland en je is gaan eten op het kasteel. Ik wees naar het bureau aan de overkant. Je kunt daar bellen en achter hem vragen als je wilt. Maar je wilde de eerste keer de vliegmachines zien. En je vroeg of dat die in de barakken binnenkostte. We zijn weer er niet van in en we liepen met hem mee. Je liep die door te drentelen rond die vliegmachines en je kwam die overal een keer aan. Ik zie het hem nog doen. Maar Jannie Gern dan op zijn vingers zaten te kijken. Ja, zei hij, dat is hier al in orde. Ze zijn hier goed mechaniciens. Maar plots kreeg ik toch wat benauwd. Ik zei tegen hem, maar als je uit Berlijn komt, hoe klapte hij dan zo schoon Vlaams? Ja, zei hij, ken ik hier nog veel in België geweest. Maar dat zei hij met een keer wel in toets. Ik heb hier zelfs gestudeerd. Hij zei hij nog het een en het ander. Maar je klapt hier geen Vlaams, gelijk de mensen in het dorp die hele dag met hun neus in de boek zitten. Je klapt die Vlaams, gelijk wieder. En om met een keer, zozeer of klappen, was hij weg. En rook opgegaan. Eerst was ik er nog gerust in. In de eerste dagen van de oorlog doken er overal soldaten op dat de mensen herkennen. Duitsers die hier voor de oorlog waren geweest voor de commerce en een goed woordje Vlaams kenden hen. Maar nu werd er overal gezegd dat dat spionnen waren. Kan dat horen zeggen van Leonie, de bazinne van Twetus. De eerste lanciers die hier in Aertrieke debarkeerden, gingen eerst een pintje gaan drinken bij Leonie. En tussen die soldaten herkende Leonie een vent die een week voordat de oorlog uitbrak nog bij haar op logement geweest was. Die mensen gingen hier rond in onze contrein met pitten en zeisen naar de winkels. Zo gezegd, hè. Nu, je wil je er verzekerst wel weten hoe dat daar is afgelopen met die vreemden uit Berlijn. En wel. Een beetje later kwamen de mechaniciens met hun velo van op het kasteel en het was de bedoeling dat de jagers gingen uitvliegen. Maar ze kregen natuurlijk geen ene machine in hang. Om met een keer aan de Duitsers te over niet anders mee of sabotage. De officier leidt dus natuurlijk onmiddellijk op de rooster. En het zei hij van ons dat er hier een mechanicien uit Berlijn geweest was. En je vroeg achter Junder en we zeiden dat je er gaan eten wordt. Maar de officier wilde natuurlijk meer weten. En is die in de barakken geweest? En we zeiden dat we er dan niet wisten. Ik
Ik stond dat te beven met een daver op mijn lief. Gelukkig had er niemand anders het wat gezien en ze lieten ons met rust. Maar dat heeft dus dagen geduurd vooraleer dat er nog vliegmachines kosten gaan aanzetten. Moorden de mechaniciens vloeten toet op het plein. En vanaf toen stonden natuurlijk altijd wachten aan de baraten. Niet veel later kreeg ik het nieuws dat als karamellenversen in mijn oren klonk. Ik mocht ik gaan werken op het proviant. Dat is waar de Duitsers de marchandise voor de soldaten van de trein zouden verdedigen en op transport zetten naar het front. En daar zijn voor mij de poorten van het paradijs helemaal open gegaan. Maar dat is een vertelling voor een andere keer.